bij de laatste vier ploegen in het toernooi. Welke twee mogen straks de finale spelen? Dat! Een warme groet, beste kijkers. Nou, beter gezegd, een hete groet vanuit het prachtige Lucille Stadion. Ik ben de commentator vandaag. Mijn naam is Siert de Vos. En naast me zit collega Jeroen Grütte. Vandaag strijden de teams in de halve finale van dit WK. Dit is Frankrijk tegen Brazilië. Ja, nu gaat het er echt om, hè, Siert. Nog vier ploegen over en twee daarvan gaan door naar de finale. En die andere twee, ja, die zullen teleurgesteld zijn dat ze zijn uitgeschakeld. Maar als ze het toernooi van... Rafinha! Ja, mooie redding van de keeper hier. Het was toch wel buitenspel. Maar toch lekker om die bal zo tegen te houden. Dembele! Timo Tos zit de man! Via Alisson, maar de bal blijft in het spel. Over de achterlijn gewerkt. Wordt een corner gegeven. Korte bal naar een teamgenoot. Die inzet is een eindje voor Alisson. Deze elf spelers gaan beginnen voor Brazilië. Tussen de palen staat Alisson Becker. Marquinhos start achterin met Thiago Silva in het centrum. Richarlison is de spits. En Griezmann wordt hier nu ondersteund. Antoine Griezmann! Ja, totaal geen richting aan deze bal gegeven. Tja, snelheid een 10, maar afwerking een 1. Er wordt vroeg druk gezet, heel goed. We volgen vandaag deze aanvallen. Richarlison. Verwacht je mooie dingen van hem? Nou, hij is echt levensgevaarlijk voor het doel. En ik hoop weer één of twee mooie goals van hem te zien vandaag. Casemiro. Er speelt nu de bal. Dembele. Kylian Mbappé. De bal verovert en meteen in de aanval. Rafinha. Vinicius. Marquinhos hier. Hij schiet die bal zo naar de tegenstander. Oh, een kans. En daar is hij, de openingsgoal van deze halve finale wedstrijd. En wat een belangrijke treffer. De nul is van het bord. Het stadion ontploft. Ja, figuurlijk dan, want anders moet je de hele tijd wachten. Een nieuw stadion. Brazilië speelt weer verder. Ik ben benieuwd of ze met een antwoord komen. En daar eindigt de aanval. Griezmann. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Neymar. Richarlison. Lucas Paqueta. En dan Rafinha. Neymar. Het gaat hier alle kanten op. Kop naar de tegentreffer. Doen ze wat terug. En brengen de stand weer in evenwicht. Een prachtige solo ging er dan vooraf. En de afronding is om je vingers bij af te likken. Ja, als je ze eerst goed gewassen hebt, je handen. Mooie goal, Jeroen, toch of niet? Absoluut, zie het. De individuele klasse druipt ervan af. Kan je anders zeggen. Fantastische treffer. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Kylian Mbappé. Goed van de bal gezet. Hij raakt de bal kwijt. Matteo Guendouzi. Vinicius. Terug naar Neymar. Goed werk zeg om hem daar af te pakken.
Kylian Mbappé. Mbappé! Een belangrijke interceptie op deze plek van het veld. Lucas Paqueta. Daar is ondersteuning van een teamgenoot. Vinicius. Bal wordt tegengehouden. Dembele. Ousmane Dembele levert in. Wegbal. Lucas Hernandez. Thuram. Daar is Kylian Mbappé. Ousmane Dembele. Deze bal heeft de keeper geen enkele moeite te doen. Nou, dat zijn duidelijke cijfers, zeg. Ze weten lang niet zoveel kansen af te dwingen als ze zouden willen. Zou het misschien te maken hebben met overschatting of... Is de tegenstander defensief heel sterk vandaag? Ik denk van allebei een beetje. Marquinhos. Daar is Neymar Junior. Mooie actie. Dat is het fluitsignaal voor de rust hier. Les Bleus mochten aftrappen. Het tweede bedrijf gaat van start. Hij zet de sliding in en pakt de bal af. Uitstekend gedaan. Richarlison. Casemiro aan de bal. En weer naar Casemiro. Neymar. Ja, dat is er. Er is nog alleen te spelen, maar wat zeg je dan? Ze staan alvast met één voet in de finale. De fans geloven erin. Dat is duidelijk. Kijk maar. Ja, ze geloven. Zij ziet toekomst in ons allebei. Ja. Het is zaak voor Frankrijk om de handen nu uit de mouw te steken. Ze staan achter. De bal op eigen helft heroverd. Richarlison. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Dit is Danilo. De fluit klinkt voor buitenspel. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. Matteo Guendouzi. Hier is Matteo Guendouzi. Hij blokkeert de bal. Nog steeds in aanval. Lucas Paqueta. Hij zet de keeper aan het werk, maar gered. Voor het doel gebracht. En weer een hoekschop. Niet goed gedaan dit, zeg. Rafinha. Marquinhos met de bal. Sterk gedaan. De aanval stopt daar. Lucas Hernandez. Die bal wordt weggewerkt. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd.
Brazilië rukt op naar de goal. De aanval loopt dood als de bal bij de tegenstander belandt. Oh, wat een schotkans! Nee, de bal gaat erin, maar in dit geval wordt hij niet geteld. Ja, het was op het randje hoor, zie het. Maar ja, een klein beetje buitenspel is uiteindelijk ook buitenspel. Het feest gaat niet door. Kingsley Coman. Antoine Griezmann krijgt hem terug. Daar schrikt Alisson niet van. Casemiro. Richarlison. Er is een medespeler in de buurt. En dan Richarlison. Neymar aan de bal. Neymar met een geweldige kans. En ze vergroten hun voorsprong. Er is nog zat speeltijd over. Leert een blik op de klok. Een blik op de klok. Bang. Weet je wel, zo'n blik op de klok. Bang. Maar met dit doelpunt erbij komt die finale nu wel heel dichtbij. Wat is dat toch een wapen, hè? Als je een tegenstander kunt uitspelen en daarna ook doeltreffend kunt zijn. Vraag beweging en een goede goal. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Neymar Jr. op weg naar het doel nu. Casemiro. Neymar aan de bal. Deze tackle loopt goed af. Als ze nu schakelen, is een counter mogelijk. De overtreding is gezien. Maar de arbiter geeft de Fransen voordeel. Hier kunnen ze iets terug. Goal, goal, goal van Dembélé. Wat is het toch een klasbak. Hij deed werkelijk alles goed. En kan deze goal op zijn contrite staat bijschrijven. Het gaat verder. De Fransen kunnen nu misschien door om gelijk te maken. Danilo. En hier is Thiago Silva. Een aanval van de Brazilianen. En Rafinha. Hij moet scoren nu. Zijn schot wordt op aangeraakt. Prachtige redding. Die duik van Joris. Maar wat een atleet. Op de hoekschop in het midden. En dan Vinicius Junior. Daar is Rafael Varane. Kingsley Coman. En Antoine Griezmann nu. De Fransen hebben haast. Ze willen gelijk maken. Kylian Mbappé. Knappe actie van de doelman. Alisson houdt die bal tegen. Militao. Nou, het laatste fluitsignaal laat niet lang meer op zich wachten. En dan is de grote vraag. Gaat Brazilië dit uitzingen? Zo groot is die voorsprong immers niet. Ja, het is een hele fijne, levendige en natuurlijk doelpuntrijke wedstrijd tot dusver. 3-2. Ja, het is geen uitgemaakte zaak, hè? Er kan nog van alles gebeuren in de laatste minuten. Het wordt dus nog heel spannend. Richarlison. Danilo. En dan Richarlison. Raakt de bal kwijt na die tackle. Kylian Mbappé. Richarlison aan de bal. Militao. Lucas Paqueta. Richarlison. Maar het offensief wordt gesmoord. Een vrije trap kan vanaf deze plek wel eens voor gevaar gaan zorgen. Het is logisch dat ze het proberen, maar uiteindelijk is het een makkelijke bal voor de keeper. En dan Richarlison. Richarlison! Knap gekeerd door de keeper. Het is laat in de wedstrijd en als deze hoekschop tot een doelpunt leidt, is het echt beslist.
Merckx op handen gewoon weg. Ah, wordt gedaan. En de dreiging is geweken. En het is voorbij. Nou ja, op de finale dan. En daar.